Doordat ik mijn baan ben kwijtgeraakt, heb ik me voorgenomen om journalist te worden. Ik had natuurlijk geen idee hoe dat werkte. Maar om erachter te komen hoe dat werkte, ben ik achter de journalist hier in Durban gegaan. Dat is ook cool. Ik ben die man gewoon 2 maanden gaan volgen. Mies Geijhouwer. Hij loopt inderdaad veel rond, waarbij hij veel mensen blij maakt met een blauwe envelop. En als er hier wat te doen is, komt hij meestal ook wel opdagen. Ik ben eerst eens wel lokaal gaan speuren. Nieuws in van afgelopen zomer, bij Abbie Heijn, hadden ze alle kroketten teruggeroepen. Die zouden ontploffen op je bord. Ik naar de doorsteek, heel dat schap leeg. Nou hoef je daar niet van zo raar was op te kijken natuurlijk. Daar kwam wel vaker voor. Maar mijn oud en nieuw werden ze massaal gebruikt als plofvuurwerk. Dat geven een bende mensen dus niet te geloven. Bij ons in de wijk, ik dacht dat ik een hele nette wijk woonde, is er een kapper opgepakt. En we kochten drugs en deed dan witwassen. Nou ben ik al jaren klant bij die man, maar ik had geen idee dat die kapper was. Aangenaam. Ja, ik woon sinds kort woon ik in de Klundert. En ik kom even vanavond even. Ik kom vanavond even kennis maken met. Oh, dat is lekker. Neemt die maar mee. Dankjewel, hè. Ja, ze vroeg net of ik wel wat drinken. Ik zeg, ik ben eigenlijk helemaal geen drinker, hè. Ik zeg, doe maar een limonade glas met je never. Oh, had je dat niet zat, hè? Maar... Ja, hè? Ja, en zondags dan kijken wij altijd samen naar de voetbal, hè? Oh, dan moet ons kijken te keer horen gaan, hè? Hé, die vuile piep, voetbal! Ja, ik zeg expres piep, maar zorgen jullie dat ik kut zeg, hè? Deze die vuile piep, voetbal! Mama en knalletje, die hebben dan alleen maar tijd voor voetbal, voetbal, voetbal. Die denken alleen maar aan voetbal, voetbal, voetbal. Ik zeg, dat is niet waar, kijk. Hè. Ik zeg, ik denk ook aan jou, hoor. In de rust. Nou. Ja, ik ben hier getogen. En geboren ook. En ja, dat toen ik geboren ben, dat was het een keizersnee bij ons moeder, hè. Ja, dat was echt een openbaring. Ja. Je ziet het voor, hè, die openbaring. Kom zo. Dit is natuurlijk wel grappig, maar ik ben analfabeet. Ja, dat is niet zo om eruit te schrijven. Oh. Ik mag het niet hebben over Anneke. Jij bedoelt met die boerenjurk aan, toch? Ja, had je uit de Voorstraat? Mag ik het niet over hebben? Jij bedoelt toch als zij begint te lachen in de Voorstraat dat de brandweer op de Shell uitdrukt? Ja, die had niet makkelijk missen de golden op schommelen. Nee, die had geen tijd om even met de ergens over elkaar te gaan zitten, hè? Ja, met de beentjes ook niet. Nee, schoonmoeder die aan druk zat, met zo'n gezicht. Hé, hey, maar nou is het wel, ik ben mijn schoonzuster, hé. Nou weet ik niet dat je mijn schoonzus kent, maar die is lelijk, hé. Oh, die is lelijk. Ik ken wel zo'n zink en emmer, hé. Daar kunnen ze niet lelijker mee slaan. Oh,
bij ons in kwam wonen ook, hè? Toen had ze zo'n grote Volvo gehuurd, hè? En ze kwamen die Volvo, was alles oververhuisd. En toen ging ze die Volvo terugbrengen, zei Peer, kun je gaan meerijden? Ik zei, dat is goed. En wij rijden door de polder heen. Komen op een wegje, daar stond een bordje 2 meter breed. Ik zei, ken je de langste met die Volvo? Ja, die is ook 2 meter deze. En wij rijden, komen bij een viaduct, wat denkt hij? Kom ons, we stonden vast in dat viaduct. Oh, daar stonden we 2 uur. Kwam er nog zo'n motoragent, die tikte op de voorruit en ze zitten vast. Ik zei, nou, kan jij hier een bonnetje aftekenen, we komen dat viaduct afleveren. Ik kwam mijn schoonzus thuis, ze zei, Peer, je bent nooit wat gewicht, ben. Ik zei, waar ben ik gewicht dan? Ze zei, nou, de schoonheidsspecialist. Ik zei, waarom ben je niet aan de beurt gekomen dan? Ja, ze had rechts ook nog de hoofd gestoten bij ons aan de keukenkast hier. Dan zie je zo'n gapende mond. Dan moet ik eerlijk zeggen, dan wordt ze niet lelijker op, hoor. Beetje geflipt tegen, knap ze nog op. Nee, want de schuus daar zei, dan kom hier eens een lekkere pleister op plak. Nee, dan zei ze, dat doe ik zelf wel. En ze gaan voor die spiegel staan zo om die pleister te plakken. En ze plakken zo die pleister bovenop die spiegel. God, zie mij dat ook. De schoonzus zei ook, ze zei, Peer, deze met de seks is ook niet alles meer om in ons, hoor. Ze zei, als wij een gemeenschap hebben, weet hoe ik hem dan altijd noem. Ik zei, ik zou het niet weten. Ze zei, verkeerd brigadiertje. Ik zei, verkeerd brigadiertje. Ja, zei ze, het is altijd gelijk klaar. Over. Volgehouden. 62 minuten en daar is hij trots op, hoor. Mag ik er wel bij vertellen, dat was gelijk met uur terugzetten.